Hey iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar deze flop. Nou jongens, jullie hebben het wel gehoord. Het is geen 1 april grap. Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd door de regering. Dus we zitten nog wel even in deze situatie. Ik ben erg benieuwd hoe Roos daarmee omgaat. Roos, hoe doe jij dat? Ja, ik was gisteren eigenlijk best een beetje teleurgesteld. Ik had het echt wel verwacht dat we met z'n allen nog steeds een tijdje binnen moesten blijven en dat scholen niet open gingen. Maar toch, toen ik het zo hoorde, dacht ik, hé, shit, dat is echt nog wel lang. Dan moet ik ook wat dingen gaan aanpassen. En een paar weken niet afspreken met vriendinnen of mijn ouders wat minder zien, dat vind ik niet heel erg. Maar ja, nu het zo lang gaat duren, ga ik toch ook wel denken, oh, dan moet ik echt wel andere contactvormen gaan aanboren. En ik ben benieuwd hoe jullie dat doen. Ik heb vorige week in ieder geval een aantal kaartjes gestuurd, omdat ik weet hoe leuk het is om post te krijgen. Videobellen ben ik aan het proberen. Ik ben wat actiever op sociale media. Maar ik ben benieuwd of jullie nog tips hebben voor mij of voor anderen om contact te onderhouden en hoe jullie dat doen. Met die anderhalve meter afstand natuurlijk in acht nemend. De vlogs die gaan wel door, maar we gaan het iets minder frequent doen. Want elke dag is er ook nog wel heel veel. Als we nog wekenlang thuis zitten, dan raken we ook een beetje uitgepraat. Dus we gaan terug naar twee keer per week. En op dinsdag en op vrijdag gaan we een vlog posten. En dan hopen we ook dat we echt wat input van jullie mee kunnen nemen. Dus reageer, dan nemen we het mee. Vergeet niet je inzendingen te doen voor de winactie. Die prijzen kun je natuurlijk best gebruiken als je zoveel tijd thuis doorbrengt. 50 euro te goed online is niet niks. En wij vinden het superleuk als je meedoet. Dus deel je beste ideeën, dan wie weet win je. Nou, zo te horen maakt Roos er het beste van. En die winactie is natuurlijk heel leuk. Natuurlijk hebben we ook al hele leuke tips gehad van José, Tessa en van Marissa. Dus ik hoop dat jullie vrijdag weer gaan kijken, want dan hebben we weer een nieuwe aflevering van De Flop.